Computerbraille, 8 punt. Maar toen kwamen dus de computers met een aantal karakters op een regel nog. In de begintijd, in de DOS-tijd waren dat 80 karakters. En dan zou het eigenlijk makkelijk zijn als het braille daarmee parallel liep. Dus net zoveel tekens op een regel als op een schermregel. En toen bedacht men, hé, als we er nou 8 punten van maken, dan neem je mogelijkheden ineens enorm toe. Want dan ga je van 2 naar de 8e macht naar 256 mogelijkheden. Mm. Ja. En bijvoorbeeld het hoofdletter is dan gewoon linksonder een puntje erbij. Dus geen voorzetteken meer. Dan pakken we deze bijvoorbeeld eventjes. Hier staat een R, maar de hele linker kolom die is gevuld, 4 puntjes, is een hoofdletter R. En de tweede van rechts die is gevuld en de rest is leeg. Cijfers, ook wat opgevonden. En zo werken we dus nu met de 8 punts braille. Ik begrijp inmiddels wel dat het toch nog, zeker bij het aanleren, wat lastiger is. Die 6 punten, die passen net wat beter onder je vingertop. En met een extra puntje erbij hebben mensen soms de neiging om wat meer te gaan zoeken.